Dit is Back to Your Roots. In deze serie volgen we gedreven Groningers die stad en ommeland ver achter zich lieten om hun passie na te jagen. Ondanks hun succesvolle carrière besloten zij om terug te keren naar het noorden, naar de plek waar het allemaal voor hen begon. Ook ik keerde terug naar een carrière in de Randstad en ik ben benieuwd wat anderen drijft om hetzelfde te doen. Mijn naam is Steven Smit en vandaag ga ik op bezoek bij documentairemaakster Fleur Nonnekes. Ik ben vandaag in het prachtige Veendam. Het regent, maar gelukkig ga ik naar binnen, want ik ga op bezoek bij Fleur Nonnekes. Ik ga met haar de film kijken die ze heeft gemaakt als afstudeerproject. Het heet Kom Minder. Ik bel snel aan. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Wil je koffie? Lekker, dankjewel. Je bent regisseur. Ja, afgestudeerd. Ja. En daarvoor heb je een hele mooie film gemaakt. Mm-hmm. Dat is natuurlijk de reden waarom ik hier ben. Mm-hmm. Kun je in het kort vertellen wat voor film het is geworden? Het is een hele absurde film geworden. Okay. Want er gebeurt heel veel en tegelijkertijd helemaal niks. Het gaat gewoon echt alleen maar over de romantiek van deze provincie, van Groningen, op een doodnormale vrijdag. Waarom heb je dan voor die vorm gekozen? Dus ik had natuurlijk meerdere fascinaties. Ik was bezig met feminisme, was toen ook de tijd van Black Lives Matter. Toen ben ik dus naar huis gegaan. En toen ben ik ook voor het eerst gaan praten met een therapeut. Toen zei die therapeut ook tegen mij van, ja, ik snap heel goed dat jij niet goed gaat. Want het gaat allemaal over wat er niet is. Ik geef jou even huiswerk. Ga eens bezig met wat er wel is. En toen had ik hem gelijk. Groningen. Dat is ook echt hoe ik ze zag. Toen jij kwam. Ja, die bakker die staat bij Pieter Buren. Ik kwam hem tijdens mijn research tegen en toen zijn we een keertje langs geweest. Toen kwamen opeens dus die kinderen ook echt binnen. En toen dacht ik echt, wat overkomt me nu? En wat ze dus deden was gewoon, hallo, heel netjes, gewoon een gedag zeggen. En dat ze dus ook echt gelijk met z'n drietjes voor dat raam gingen zitten. En alvast tellen. Die voorbij fietsen om naar school te gaan. En toen dacht ik, oh, dit is het. Maar dat heb ik dan nog een keer voor de camera laten uitspelen. Maar dat is wel echt precies hoe het gaat. Alle plekken zijn uitgekozen door mij. Dus het is echt wel mijn Groningen dat ik laat zien. We kunnen vandaag ook naar een paar plekken toe. Dat zou ik heel graag willen. Ja? Ah, Fleur, je zou me wat plekken laten zien. Ja. Waar heb je me mee naartoe genomen? Naar de Industrieweg in Zuidbroek. Want hier staat iets heel bijzonders, namelijk het Leninbeeld. Dat is een standbeeld van 9 meter hoog. Ik heb hem net in je film gezien. Dat zag er toch wel iets anders uit, geloof ik. Toen was hier een mooi zonnetje. Ik zag hier wat jongetjes aan het voetballen. Maar dat zie ik nu hier niet echt in terug. Hij staat er ook niet meer. Zou die hier moeten staan? Hij stond hier, ja. Hij stond daar, naast die boom. Dan zou dat er wel moeten zijn. Standbeeld van Russisch revolutionair. Nou, ja. Niet meer. Is er een link tussen Lenin en Oost-Groningen? Als je het over Lenin hebt, dan heb je het over communisme. En communisme, dat was in Oost-Groningen best wel groots geworden. En dat is ook helemaal niet zo raar, hè? Het was best uniek dat heel arm en heel rijk echt pal naast elkaar woonden daar. En dat kwam dus doordat er heel veel graan werd geoogst, werd gewonnen in die omgeving. En de boeren werden dus ontzettend rijk. Maar de landarbeiders, die bleven arm, omdat ze geen centen voor kregen. Hm. Als je zo'n groot verschil krijgt tussen arm en rijk, dan kan je daar boos om worden. Ja. En is communisme wellicht het antwoord? En toen dachten ze, we halen gewoon zo'n knettergroot standbeeld hier naartoe. Ja, dat was... Zodat iedereen het kan zien. Ja, jij dacht, dit moet in mijn film, dat beeld. Waarom? Die vergaande glorie vond ik gewoon heel gaaf om te pakken. En dan die spelende kinderen ervoor. Ja. Dus van, dit is geschiedenis van Groningen geweest. Maar we gaan door. Maar hoe bedoel je dat? Van we gaan door? Is dat iets van Groningen? Van, we gaan die bij de pakken neerzetten, we gaan door? Ja, doorbroezen, hè. Rood-socialistische jongeren, ja. Samen slopen we het kapitalisme. Dit bewijst toch wel een beetje dat ik geloof me. Ja, hij stond hier, nu geloof ik je. En dit is Sophie, dat is de dochter van de koeienboer. Wat zij dus deed was gewoon echt op blote voeten met de fiets voor de koeien aan fietsen. Om ze volgens te laten oversteken. Iedereen laat je gewoon voor. Zo lief. Zoveel geduld is hier. Nou, dat heb ik dus ontzettend uitvergroot met dat kruispunt. Ja, heel grappig.
Heveskes. En dit is het kerkje van Heveskes. En dit is trouwens weer een scène uit je film die ik me nog kan herinneren. Dat is met het autootje, picknickende mensen. En ik herken het niet terug. Ik zie echt alleen maar industrie. Nou, hoe kan het trouwens dat hier dan een kerk staat? Dit is dus nog wat over is gebleven van het dorp Heveskes. Eigenlijk gewoon een aanzichtkaart op zich. Echt een prachtig kerkje. En dan kijk je verder om je heen en dan staat er tussen de windmolens. Dus hier zit helemaal gewoon een dorp omheen. En ja. Dat moest wijken voor de industrie. Ja. Dit was ook het voorblad van mijn filmplan. Ik dacht van, als je in één beeld wil vatten wat Groningen is, dan is dat dan, voor mij is dat dit. Van dit is wat het was. Van, je hebt natuurlijk die nostalgie, de romantiek, de geschiedenis die je ziet in de kerk en met dat prachtige hekje er zo voor. En dan wat mensen er allemaal voor de rest van willen maken, dat zie je eromheen. Maar de nadruk ligt erop dat daar gewoon een vriendengroep aan het picknick is. Ja, precies. Die lagen denk ik hier in het veld. Zo, ja. Ik kan het er echt niet in terugzien. Het is natuurlijk ook een ander seizoen, ander weer. Ja. Maar dat is echt, dat heb je heel knap gedaan. Kijk, is open. Het lukt. 1721. Nou, dat is best pittig oud, hè? Pittig oud. Toch heel bizar dat je dan hier tegen de industrie aankijkt. Ja. Volgende plek. Waar gaan we nu naartoe? We gaan naar Beerta. Naar Beerta, hè? Ja. Ja, als we het dan over wonen hebben. Ik glimlach nu helemaal, want dit had ik even niet verwacht. We rijden best wel lang door verlaten weilanden eigenlijk. Ja. En dan staat in één keer dit hier. Tada! Maar dit is wel een beetje een droomhuis, toch? Ja, dit is gewoon, dit wil ik. Het grappige is, dit is niet het enige huis. Het zijn eigenlijk alleen maar van dit soort prachtige huizen. En ik denk dat misschien ook een beeld is dat ze in het Westen niet snel van Groningen hebben. Want we zitten hier ook wel echt bijna tegen Duitsland aangedrukt. Mm-hmm. En dat was gewoon een heel rijk gebied. Ja. Zo'n prachtig Villa Kakelbond, Jugendstil, boerderijhuis. Ja, echt fantastisch. Ja, als we het hebben over back to your roots, dit is wel voor mij het beeld van hiervoor wil ik teruggaan. Dus als jij van de toekomst droomt, dan doemt langzaam dit huis bij jou in gedachten op. Ja, ja. Prachtig. Wat zou je hier willen doen? Ik heb altijd al wel iets gehad met kinderfilms, maar ik vind die ook geweldig. En dat is gewoon heel leuk om te maken, want hoe gekker, hoe beter. Dus dat lijkt me echt fantastisch, ook om creatieve kinderen aan te spreken daarmee. Als ik daar iets in kan betekenen, voor kleine flirtjes, zeg maar. Heel graag. Dat is een mooi beeld. Ik zeg, moet luisteren. Het begint te trillen. Een enorme knal. Volgens mij is het een aardbeving.